varkenshaas. Ja, een geweldig mooi stukje vlees op de barbecue. Lekker stukje, zacht mooi van het varken. Wij gaan een chipotle erbij maken. Een heerlijke mooie kruidenmix. En we gaan lekker eten. Jij hebt het al klaargemaakt. Hè? De mix, de varkenshaasjes, die liggen klaar. Vertel. Ja, lekker. Ja, lekker. Ja, oh, daar kennen we helemaal niks mee. Het recept kunt u eronder lezen. U kunt zich nog steeds gratis abonneren op ons YouTube. Oh nee, nee, laten we het toch even doen. Hè? Ja, dan moeten we eigenlijk weer terugspoelen. Hè? Ja. Wat hebben we klaar liggen? Varkenshaasjes, knoflookpoeder, theelepel, eierpoeder, theelepel, chipottepoeder, 2 eetlepels. Denk er even over na of je het pittig wil of niet. Ja. Dan kan je het ook wat minder doen, wil het heel pittig koken, wil het meer doen. Maar dit vinden wij prettig. En 5 eetlepels bruine suiker. Dan pakken we erop, doen we het even zo. Mm-hmm. Gaat het goed? Ja. Hoppakee. Oh. Oh, handige zakjes, we zullen geen reclame maken, maar ze komen bij de IKEA vandaan. Ja, die zijn echt top. Een ziplokje. Ja, heerlijk handig. Nou, gaan maar draaien, een beetje husselen. Even husselen, plezier. Dan mogen we varkenshaasjes erin. Hop. Hop, en dan even vasthouden nog. Ga je met het. Even wat olie erbij, dat marineert zo lekker. Mm-hmm. Hoppakee. Laat maar draaien, dichtmaken. Ja, en dan even een beetje zo lekker masseren. En ik heb al begrepen dat jij dat zeer prettig vindt. Ja. Dus nu de taak. Ja, mooi. Even zorg even dat je even goed alle kruiden verdeelt over de varkenshaasjes. En als dat gelukt is, minimaal 15 minuten laten marineren en dan is het tijd om naar de barbecue te gaan. Maar we laten Edwin nog even lekker spelen. Ja. Nou, is Edwin helemaal mooi gemarineerd. Zijn ervoor. Ik heb de handschoentjes aangedaan. Ja. Dus ik ga eens even aan het haakje prikken, want we gaan hem hangend garen in de pitbarrel. Mm-hmm. Ja goed, heb je geen pitbarrel en kan je ze niet ophangen. Hè, dat je een reguliere kettlebarbecue hebt of een ander type. Ga het indirect op lage temperatuur. Kijk even dat je de barbecue op de 150 graden, niet hoog. Laat maar lekker rustig garen. Lager dan 150 graden mag ook wel. Low en slow dan zo gezegd en dan blijft het mooi maar als ze zappig. Nou, wat ik doe, je hebt een dik en een dun gedeelte. Het dunne gedeelte sla ik even om. En dan gaat daar die haak heen. En dan, hoppakee, zo gaat hij erin. Yes. Nou, eentje hier. Temperatuurmeter erin. Eentje hier, die erin. Kerntemperatuur erin. En hoppakee, nou dan gaat hij. En gaatje of 62 vind ik mooi. Edwin, wat denk je? Ja, het is klaar, hè? Flamebos had aangegeven, kerntemperatuur bereikt. Nou, dan even natuurlijk wel niet vergeten om die haken niet met je handen aan te raken. Nee. Want die haak is echt warm, geloof mij. Oeh, dit smaakt lekker. Hier staat het, hier heb ik het bewijs. Warm is het. Ja, warm is het. Ja, hey, geweldig lekker. Ja. Ik haal de haakjes er even uit want, en gebruik nog steeds de tool daarvoor. Trust me, ze zijn warm. I know what I'm doing. Yes. En dan heb je daar speciaal mooi deze tool voor. Nou, Bastiaan. Zullen we het doen? Aan jou de eer. Gaan natuurlijk. We aan, zijn, aan jou de eer. Ik kijk hem wel met enige blijdschap tegemoet. Ja. Hij is nog mooi rosé, hè? Ja. Dus bij een varkenshaas is dat zeker goed, hoor. En dan mooi sappen van meer. Smaakvol of niet? Erg smaakvol. Top. Ja. Heerlijk. En ik heb hem ook nog even licht gerookt. Dus ik heb wat appelhout toegevoegd. Dus hij is nog wat gerookt in het proces. Ja, top. Heerlijk. Dit is gewoon lekker eten. Nou, wil je het recept nalezen, dan kan het uiteraard hieronder. U kunt zich nog steeds gratis abonneren op ons YouTube-kanaal Fire & Food TV. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En we zien uw lijkjes graag tegemoet. Succes met deze heerlijke varkenshaas. Ja, ik neem het kontje, heb ik meer kruiden, zeg maar. Ja.